Het tankschip van Willem Elschot. Het eeuwige zeur van die zee werd drukkend, onuitsprekelijk. 6 lange weken had mijn vrouw het in een strandstoel ondergaan, starend naar de zwarte lucht, van de lucht naar het rustloze water en van het water maar weer naar het zwijgende zand. En toen zij na haar zoveelste dutje de ogen opsloeg, stond haar enige zuster daar, als uit de lucht gevallen. Zij wisselden een blik en een glimlach en brachten elkaar direct tot ontlading. Ja, op zulke momenten is alles welkom, alles wat niets te maken heeft met lucht, water of zand. Het bleek nu dat het mijn zwager te sterk geworden was en dat hij ons nog gauw even zijn nieuwe 8-cilinder wilde tonen, voordat er misschien oorlog kwam, want zolang wij het gevaarte niet gezien hadden, gaf het hem geen voldoening. Hij had zijn vrouwtje dan ook plotseling opgeladen en in een recordtijd van Parijs naar de pannen gevoerd, doof voor haar gillen bij scherpe bochten of bij het beproeven van zijn geweldige rem. Jackie wachtte nu gekalmeerd op de dijk, een pijp rokend, met een welgevallige blik op zijn raspaard dat hij even inspecteerde om te zien of het niet heet gelopen was, en stralend toen wij naderbij kwamen en sprakeloos bleven. Direct instappen en de badplaats rond, af en toe discreet toetend, zoals zulk een wagen betaamt. Als versteend gaapte Florida ons aan van op haar stoep, een pak zelder in de hand en haar klanten vergetend, terwijl Dortje, de verkeersagent, met een knipoogje en een plechtstatige zwaai onze wagen de zeelaan inloodste. Want niet alle dagen kwam er zoiets op zijn kruispunt. 320 kilometer in 4 uur en 18 minuten Frans, met inbegrip van het oponthoud bij de douane. Jackie parkeerde voor het terras van het Café de la Plage.